Het is vandaag vrijdag en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekendvlog. Het is al vrijdagavond. Ja, we zijn al bezig met het avondeten te maken. Ik heb voor de rest vandaag eigenlijk niet echt gefilmd. Maar we gaan weer zelf pokeball maken, net zoals een week geleden. Dus ik heb rijst gekookt. En dat staat hier af te koelen. En daar heb ik een beetje suiker doorheen gedaan. En dit spul. Dat kun je gewoon kopen bij de Albert Heijn. Ja, die. Dat hebben we er een beetje doorheen gedaan. En het was deze rijst. Basmati rijst. Ook gewoon van de Albert Heijn. En dan hebben we, even kijken, Miu is nu chili mayo aan het maken. En we hadden dus, vorige week hadden we deze sojabonen. Alleen toen kwamen we erachter dat ze over de datum zijn. Dus die moeten we even weggooien. Maar die hadden ze niet meer bij de Albert Heijn. Dus we hebben nu maar diepvries sojabonen meegenomen. Kijken of dat ook werkt. En we hebben zeewier. We hebben weer die zalm. Deze is dus van zichzelf al in blokjes gesneden. Dat is heel erg chill. Hoef je dat niet meer te doen. En nu ben ik nog wat andere dingetjes aan het snijden. We hebben hier krap, mango en avocado ook net gesneden. Dus daar ga ik eventjes mee verder. Tada! En Miu heeft daar nog garnalen die hij aan het maken is. En we hebben zelf die chili saus gemaakt. Heel erg lekker. Nou, dat hoop ik. Maar vorige keer was het wel heel erg lekker. Het is vandaag zaterdag. En gisteravond heb ik niets meer gefilmd. Planning was ook een beetje iets anders gelopen dan ik had verwacht. Ja, gisteren waren we uiteindelijk nog naar een soort klein huisfeestje gaan met Zoe, Dagmar, Romy en Keer. Maar we waren voor uitgenodigd. Ik twijfelde eerst heel erg om te gaan. Maar toen les binnen ben ik uiteindelijk toch nog meegegaan. En was heel erg gezellig. Maar ik ben daardoor nu wel echt heel erg moe. En er komt straks familie. Of nou, heel veel familie niet. Maar gewoon mijn oom en tante en de kinderen. En dan mijn opa en oma. Om te vieren dat Sam geslaagd is voor zijn examen. Want mijn broertje is dus geslaagd zoals ik volgens mij al had verteld. Maar de postbode belde net aan. En er is een heel groot pakket van de Zara binnen. Maar dat krijgen jullie in een apart video te zien natuurlijk. Maar er is ook een pakketje van ASOS binnen. Want ik had er eventjes een longsleeve besteld. Want jullie hebben misschien in mijn vorige... Was dat weekendvlog? Of weekvlog? Volgens mij was het mijn weekendvlog. Had ik laten zien dat ik een broek had gekocht van Le Cave Noir. Le Cave Noir. Maar dat ik er een beetje macro vibes van kreeg. Ik kreeg ook nog een reactie dat iemand anders eerder aan dit denken aan de zeeman of... Weet ik het wat allemaal, maar het is dus in ieder geval een blauwe broek met een gele streep aan de zijkant. En ik kan hem dus niet terugsturen, omdat ik hem dus in de sample sale heb gekocht daar op de site. Dus ik moest wel iets gaan kopen waarvan ik dacht, ja, daar kan ik mee combineren. Dus ik heb van Collusion, dit merk, shirtje heb ik er nu ook van aan. Heb ik gewoon een witte longsleeve gekocht. Want ik dacht, ja, dan kan ik die gewoon daarop dragen. Volgens mij heeft Zoe deze ook. Dus wist ik wel dat die prima zou zijn. Ik heb hem in een maatje XS. En het is gewoon een oversized witte longsleeve. En er was echt maar... Kijk hoeveel dit kostte. Staat het er niet op. Mooi ook die papillon. Ja, het staat er niet op. Maar volgens mij was die echt maar iets van 9 euro of zo. Ik vind sowieso het merk Collusion heel goedkoop. Want dit shirtje die ik nu aan heb was ook maar iets van 14 of 15 euro. En niet in de sale. Gewoon een echte prijs zeg maar. Maar dit shirtje dus in ieder geval, hier ben ik wel heel erg blij mee. Want ja, ik hoop dat ik dan een beetje leuk die broek kan stylen. Ik zie er echt zo slecht uit. Oh my god. Ja, voor de rest vandaag, het is... Of nou, voor de rest vandaag, het is al 2:30. En ik moet nog leren, want ik heb maandag een examen. En daar ben ik nog niet aan begonnen. Maar morgen heb ik daar gelukkig ook nog wel heel de dag de tijd voor. Dus dat is heel erg chill. En ik weet trouwens helemaal niet of ik dat heb verteld, maar ik ben dus geslaagd voor ondernemen. Echt super, super fijn. Ik kreeg gisteren een mailtje. Was dat gisteren? Ja, gisteren. Ik had natuurlijk donderdag had ik mijn ondernemingsgesprek, mijn panelgesprek.
Die maandag daarvoor moest ik mijn filmpje inleveren. En een paar maanden daarvoor moest ik mijn plan inleveren. En alles is nu goedgekeurd. Ik heb het gesprek goed afgerond. Dus ik ben geslaagd voor ondernemen. Echt super chill. Ik hoef nu dus alleen nog maar bindweefselpraktijk. En additioneel praktijk en theorie. En die heb ik dus maandag en woensdag. Dus ja, ik hoop dat ik dat ook gewoon lekker in één keer haal. Zodat ik gewoon eigenlijk overal vanaf ben. En gewoon zeker weet dat ik mijn diploma straks heb. Wat wilde ik nou nog zeggen? Oh ja, volgende week moet ik wel veel stage lopen. Volgens mij had ik dat al gezegd. Maar dat is dus eventjes één week dat ik heel erg veel aan school moet gaan zitten en stage moet gaan lopen. Ik heb trouwens een sticker bij ook. Echt een concentratieboog van een... Oh, fuck. Een dronken aardbei. Maar, wat zal ik nou te vertellen? Ja, dat ik gewoon maandag tot en met donderdag nog eventjes druk ben. Maar als het goed is, heb ik dan gewoon alles af en gehaald en gedaan. En ja, dus ja, goed verhaal weer. Gaan we denk ik zo eventjes... Nou, Miels nu aan het douchen. Ik denk dat ik eventjes na hem ga douchen. Dat ik eventjes een beetje opfris en zo. En eventjes wat make-up op mijn giegel smeer. Daar knap je ook altijd wel wat van op. En ik denk dat ik gelijk dit shirt aantrek. Vind ik wel chill. Maar goed, ik ga de camera maar bij. Ondertussen is het alweer avond. Ik heb zoals gisteren en vandaag heel de dag verder niks gefilmd. Even ook mijn laptop pakken. Maar er was net eventjes familie geweest voor Sam, omdat hij natuurlijk is geslaagd. En we gaan nu lekker in bed filmpjes kijken. Ik heb ook een oplader nodig. En ik had, wanneer was dat? Gisteren? Had ik Ben & Jerry gehaald. Dus dat ga ik ook lekker opeten en lekker filmpjes kijken. En morgen moet ik wel echt heel de dag leren. Want daar ben ik vandaag dus niet aan toegekomen. Of nou, niet aan toegekomen. Ik had er gewoon echt geen zin in. Dus ja, morgen moet ik dat wel echt gaan doen. Maar voor nu is het tijd voor deze. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Nee, zondag is het vandaag. En ik ga eventjes mijn make-up doen. En ik heb weer hetzelfde shirt aan, ik weet het. Maar ja, het is gewoon mijn chill shirt. Ik vind het gewoon echt heel erg chill. Hij stinkt nog niet, er is nog niks gek mee gebeurd. Dus ik hou hem gewoon lekker aan. Ik moet vandaag echt heel veel gaan leren. Want ik heb dus nog niet geleerd en ik heb morgen een examen. En die wil ik wel gewoon één keer maken. Want ik hoef nog maar twee examens, morgen en woensdag. En daar wil ik gewoon van af zijn, want dan heb ik gewoon school gehaald. En hoef ik niks ter kansen. Dus dat zou heel erg chill zijn. Maar dan moet ik wel gaan beginnen vandaag met leren. Ik weet niet of het jullie dus ook opvalt. Maar voor mijn gevoel is mijn haar echt gegroeid. Of ligt het aan mij? Ik weet het niet. Maar voor mijn gevoel is het in ieder geval gegroeid. En ik wil het heel graag laten groeien. Dus ja, dat is top. Het is wel een beetje dood aan de onderkant. Maar ik ga het niet knippen als het weer wordt. Ja, ik ga nu eventjes mijn make-up doen. Een heel klein beetje. En dan heel de middag leren. Ik moet ook mijn video nog bewerken. Dus dat ga ik zo meteen ook eventjes doen. En dan gaan we vanavond bij Milan's moeder eten en slapen. Maar daar kan ik ook gewoon nog leren natuurlijk. En ik heb morgen dan dat examen van 10 tot 12. Dus dan kan ik in de ochtend eventueel ook nog wel eventjes leren. Dus ja. Het is nu een week later. En ik ben nu de video dus aan het bewerken. En ik kom weer achter dat die en heel erg kort is geworden en dat ik geen einde had. Vrijdag voelde ik me gewoon niet heel erg chill, dus had ik niet heel erg veel gefilmd. Zaterdag was ik heel de dag brak. En zondag heb ik heel de dag geleerd eigenlijk. Dus vandaar dat de weekendvlog van toen gewoon echt heel erg kort is geworden en gewoon niet zo erg boeiend. I'm sorry. Maar ja, ik ben nu wel klaar met school. Dus voor nu komen er denk ik alleen nog maar leuke weekvlogs aan, want ik ga alleen nog maar leuke dingen doen. Maar toen moest ik gewoon eventjes heel hard leren voor die toetsen die ik die week zou hebben. Dus ik hoop dat jullie het alsnog een beetje een leuke weekendvlog vonden. Hij was niet heel bijzonder. Maar aankomende woensdag komt eindelijk de Sarah H&M shoplog online. Waar iedereen zo bizar lang op heeft zitten wachten. Dus die komt eindelijk online. Dus ik hoop dat het daar een beetje goed mee maakt. En in de volgende weekendvlog komt een hele grote Lofi shoplog. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!